Maar goed, ik heb dus echt als een kip zijn kop door huis gelopen met een brok in mijn maag. Goedemorgen, het is donderdag en Sarah is hier aan het ontbijten. Nee, het is donderdag en Mila is er ook gezellig. We zijn best op tijd, dus dat vind ik echt wel heel knap. Ik moet alleen nog een banaan eten en Sarah de ontbijt op en dan kunnen we de deur al uit. En daar hebben we nog 20 minuten voor, dus dat moet goed komen. En ik heb zo'n knoop in mijn maag voor vandaag, echt. Gisteren natuurlijk al verteld, vandaag naar opa alles vertellen. Ik heb er best wel van wakker gelegen. En ja. Echt, vind ik niet leuk vandaag. Normaal vind ik naar opa gaan heel leuk, maar dit gaan vertellen echt. Not looking forward to it. Ik voel me zo als een kip zonder kop vandaag. Echt, het zit alleen maar in mijn hoofd. Ik kan er weinig aan. Mijn batterij was net leeg, dus ik viel halverwege een zin weg. En ik weet ook niet waar ik was. Maar goed, ik heb dus echt als een kip zonder kop door huis gelopen met een brok in mijn maag. En ik heb er zo geen zin in. Ik loop trouwens met een hele tas met boodschappen van, of boodschappen eten voor mijn opa. Ik heb dat wel eens laten zien. Ik vries altijd eten voor mijn opa in. Want ik kan niet goed meer koken. Dat heb ik wel bij me, daar heb ik nog aan gedacht. Ik was heel bang dat ik dat zou vergeten omdat mijn hoofd zo overloopt. Maar goed, nu bijna naar school. En dan ja, zien we maar hoe het gaat zo. Ben je, ga je opa foppen met zijn krant? Kijk wat zij aan het doen is. Niet zo grappig. Ik vind die jongen heel grappig. Die jongen, nou dat is echt wel een meneer hoor. Ja, meneer bedoel ik ook. Lees maar, dit is zijn voornaam. Dag van Dijk. En dat is zijn achternaam. Advocaat. Ja, zo heet hij, meneer. Onzin. Ga het mijn opa laten zien wat je hebt gedaan. Opa. Op mijn balkon. Opa. Wat is dat? Wat heb je nou toch weer gedaan? Jee, de pieter wat doet. Ach, nee toch. Dat is mijn krant, hoor. Die moet je wel lezen. Hé. Hey. Nee, ja, oké. Okay. Nou, als je mag ik hem nog wel lezen vandaag? Als jij weg bent, mag ik dan weer de krant lezen? En ik ga dit allemaal kopen. Ja, mag het. Ga je dat allemaal kopen, hè? Van welk geld? Ja, naar de benen, toch? Van dit geld. Oh, jij gaat alles kopen van chocoladegeld. Ja, wat ga je doen? Ja. Een dobbelsteen. Dobbelsteen. We zijn weer thuis en ik vond het echt heel moeilijk allemaal. En ik ben ook echt helemaal kapot nu. Gewoon van de zenuwen en de stress zeg maar die ik had. En het al niet slapen vannacht. Ik sta nu wel te koken. Marco is thuis en staat buiten nog een telefoontje te plegen. Werk. En daarna eten. En ik wil eigenlijk echt even liggen. Maar ja, deze kleine dame. Bedoel je deze? Ja, ben je boerenkool aan het googlen? Laat maar zien. Oh nee, hoe noem je dat? Boerenkool. Nee, het programma wat je hebt aangezet? Goochel. Goochel, Dina's, mooi. Ja, maar jij noemde het goochel, toch? Mooi, ja. Sarah ging het even goochelen. Ik vind hem zo schattig. Sarah ligt op bed en ik ga even thee zetten. Maar ik zit echt hiernaar te kijken bij binnenkomst. Ze heeft natuurlijk ter Barbie winkelcentrum. En dat is de Barbie huis, maar... Dat is wel een onval. Maar daar heeft ze 1,5 jaar voor gespaard. En die heeft ze eindelijk. En dat vind ik echt super leuk voor haar. Maar het Barbiehuis, dat kan je inklappen. Barbie winkelcentrum dus niet. Dus ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. Want het is echt zo'n ding. Midden in mijn woonkamer. Ik weet niet waar ik het moet laten. Maar het neemt echt de halve woonkamer over. Dus daar moet ik eens goed over gaan brainstormen. En op de kamer gaat het ook niet, want die is gewoon vol, weet je. Dan zet hem ergens neer en dan kunnen we daar niet meer lopen. Dus dat schiet echt ook niet op. Oh, speelgoed, echt. It drives me insane.
Nou, vandaag, ik kan vandaag ook echt heel weinig hebben hoor, moet ik zeggen. Echt, vandaag was natuurlijk voor mij niet zo'n hele leuke dag. Maar goed, ik ga nu gewoon heel even tv kijken, theetje, even proberen mijn gedachten van alles af te krijgen. En daarna zie ik wel, en gewoon geen druk op mezelf voor iets of wat dan ook. Dus, ik zeg echt te vaak dus. Dat is als je jezelf edit, dan word je echt met je neus op de feiten gedrukt als je een woordje te vaak zegt. Ik heb mijn haar weer op de banaanart gestort. En de sterretjes, ruitjes en hartjes zijn op verzoek van Sarah. Ik heb alleen nog stipjes toegevoegd. En die heb ik eigenlijk bedacht omdat Sarah helemaal gek was op Miraculous. Dat ga ik er morgen ook vertellen. Het zijn de Miraculous stippen. Dan is ze helemaal happy. Ik ben net in slaap gevallen. Dat was wel even lekker, omdat ik natuurlijk de nacht ervoor eigenlijk niet geslapen heb. En ik ga nu gelijk door naar mijn bedje. En dan hoop ik dat ik me morgen weer een stuk energieker voel. In ieder geval één ding wat me heel erg tegenstond nu gehad natuurlijk vandaag. En oh ja, dat was ook nog zo leuk. Ik heb natuurlijk die van de week... Wacht even, overnieuw. We zijn natuurlijk van de week naar het bureau geweest. En toen wilde ik die lijst met gestolen voorwerpen ook nog opgeven. Maar toen kreeg ik te horen dat de bedragen er niet bij stonden. Maar dat stond dus niet aangegeven op het formulier en dat was niet gemeld. Dus ik vroeg ook waarom staat het er dan niet bij, want er staan punten die je moet invullen. Maar dat blijkt dat op sommige formulieren dat wel staat, op andere niet. En het ligt maar aan waar je ze van krijgt. Dus niet heel handig. Dus nu moet ik die lijsten allemaal nog een keer nalopen. En ik had ze ook gekopieerd. Ik denk dat kan ik ze gelijk voor de verzekering ook gebruiken. Dus die kopies heb ik dan ook niks aan en mag ik dat allemaal ook nog gaan nalopen. Daar heb ik wel een klein stukje van gedaan, maar ik denk dat ik dat morgen even helemaal af ga maken. Ik heb ook nog een hele agenda vol afspraken met schade-experts en alles. Dus dat gaat ook nog de aankomende 2 weken allemaal gebeuren. Ik ga best wel lang overheen, dus dat is echt wel heel vervelend, maar goed. Voor nu ga ik het even weer loslaten en ga ik lekker slapen. Dus bedankt voor het kijken en ik hoop dat ik je morgen weer zie. Doei doei!